Vandaag en dit hele weekend eigenlijk Geluksroute 070 in verschillende steden al gelanceerd en Den Haag als uniek evenement voor het eerst. Het gaat over geluk, geluk zoeken. Het mooiste stukje is als je geluk deelt, vermenigvuldig het. Geluksroute, wat houdt dat in? Dat is ooit ontstaan uit de droom van Marieke van IJssel. Die had op een gegeven moment een droom en die zag voor zich dat ze op een brug stond in Leiden. En dat ze alles wat Leiden blij en gelukkig maakt, om dat met elkaar te verbinden. Dat is ze met mensen gaan delen. En toen heeft 2 jaar geleden voor het eerst een geluksroute plaatsgevonden daar. De geluksroute was afgelopen weekend voor het eerst in Den Haag. Op meer dan 70 locaties, waaronder het Laaktheater. Ellen, wat is hier te doen? Wij hebben vandaag van alles te doen. Wij hadden zelf een singer-songwriter geprogrammeerd en de eetbare gelukswandelingen georganiseerd. Eetbare gelukswandelingen? Ja, eetbare gelukswandelingen. Korte wandelingen door Laak, langs het laakje en dan plukken wat eetbaar is en dat na afloop hier verwerken in een salade. Het idee is simpel. Mensen en initiatieven met elkaar verbinden en zo geluk delen en vermenigvuldigen. En dat kan dus van alles zijn. Er zijn mensen die free hacks gaan uitdelen, mensen die blij worden van yoga geven. Iemand gaat vannacht een vision quest doen op het strand, een hele nacht op het strand doorbrengen. Dus ja, je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk. Far above my city's pride, there lies awake a purpose so redefined. In at her center rests our love, a living, breathing trust. De gelukswandeling in Laak ging langs eetbare planten, wilde bramen en de stadswijngaard van Tycho en Marcel. Wat is geluk voor u? Gewoon als de zon schijnt op je hoofd, dan ben ik al blij. Dus ik heb helemaal niet veel nodig om gelukkig te worden. I've been living so hard to get myself away to my new